Staatsoliemaatschappij Suriname werkt aan het op peil houden van de dagelijkse olieproducties. Elk olieveld heeft een maximale capaciteit van 16.000 barrels vloeistof die na het proces van oliewinning moet worden aangescherpt. Dit zei de upstream directeur van Staatsoliemaatschappij Suriname, Rick Habisumbar, op de vraag waarom de productie van staatsolie niet omhoog kan. De klimaatverandering anno 2023 speelt een belangrijke rol in het beschermen van de natuur. Een cruciale pijler in de dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf. Om dit te waarborgen wordt gebruik gemaakt van de verbeterde olieterugwinningtechnologie. Maar je moet ook nieuwe studies doen om meer uit de grond te kunnen halen, los van die normale problemen oplossen. Dus groen is als je alleen die normale problemen zou oplossen van de operations, zouden we daar staan. Polymer project 1, dat is dus na studies, intensief, opstart, investering, is dat de bijdrage olie die erbij komt. Dus we hebben de bijdrage van het polymer project dat we meer gaan zien komend jaar. Want langzaam bouwt die druk in de ondergrond op. En dan hebben we een aantal andere projecten, high fluid rate strategie, op enkele putten, op basis van de condities in de ondergrond, die heel intensief bestudeerd wordt. Wordt gekeken waar kun je wel een grotere pomp bouwen en zwaarder trekken. Je kan het niet overal. Als je het overal doet, 100% water. Dan betekent dat je zwaarder eruit gaat met je olie. Met haar partners werkt de maatschappij in de districten Koroni en de kustvlakte van Nikeri aan een beleid dat ondersteund is aan de garantie van olieproductie.